Dag met Van Capelleveen. Ik heb een afspraak met René Bal. Dank u wel. We lopen even binnen bij René Bal, directeur van Timpact. Hey René. Hi Peter. Ik moest je nog wat vragen. Kan het? Ja, natuurlijk kan het. Ik wil je even vragen, wat is voor jou het belang van geo-informatie als het gaat om de e-dienstverlening? Nou ja, Peter, kijk, Dimpact is een samenwerkingsverband van gemeenten. Kijk, je ziet daar hier op de kaart, dan zie je maar wat wij allemaal doen voor diverse gemeenten. En ja, geo-informatie, wij ontwikkelen transacties voor burgers en bedrijven, dat proberen te verbeteren. En voor burgers en bedrijven is het gewoon, geo-informatie steeds belangrijker. Hè? Ga zelf op vakantie en je kijkt op kaart, kijk waar je naartoe gaat. Hè? Precies, de informatie geeft gewoon aan waar je bent en precies wat je in de omgeving kan verwachten. Als je een burger wil, dat soort dienstverlening ook van de overheid verwacht hij dat. Het is nu gemakkelijker om eraan te wijzen op een kaart dan een lantaarnpaal kapot is, dan dat je dat via een tekst moet aangeven. En ook alles wat bij jou in de omgeving gebeurt, een bestemmingsplan of bouwvergunning aangevraagd wordt, biedt het gewoon veel meer informatie wanneer je weet dat het dat op zo'n kaartje geprojecteerd wordt, dan dat je dat via tekst ziet. Nou, dus vandaar, voor ons is het belangrijk dat die informatie op een goede manier naar die burgers kan. Dankjewel. Ik ga er weer vandoor. Okay. Hoi. Hoi.